De app Foto's van Windows 10 heeft na de False Creators Update een behoorlijke verandering ondergaan. Je kunt nu een videocompilatie maken van je foto's. In een eerste how-to hebben we gezien hoe je een voorgestelde video kunt bewerken. In deze tweede how-to maken we een compilatie vanaf het begin. Ik open de app via de tegel. Hier klik je op Jij bent de regisseur. Selecteer de foto's die je wilt toevoegen. Dat kan via Collectie. Of je voegt een album toe. Deze albums zijn gemaakt door de app, gebaseerd op datum. Een heel aardige is Personen. Hier worden personen getagd en gebundeld. Je klikt op een persoon en voegt de gewenste foto's toe. Of je kiest foto's uit andere mappen. Ik kies uit Personen een optie. Je kunt hier foto's selecteren of alle foto's in één keer toevoegen. Bovenaan geef je de video een naam. En vervolgens bewerk je de creatie op de manier zoals in de eerste auto aan bod is gekomen. Je kunt ook uit andere mappen foto's toevoegen via importeren. Dat kan dan weer een map zijn, maar ook foto's die op een USB-apparaat staan, zoals je telefoon. Je ziet dat bij suggesties ook collecties zijn toegevoegd op basis van een hashtag, bijvoorbeeld Waterval. Bij albums kun je de omslagfoto wijzigen door er met de rechtermuisknop op te klikken. En vervolgens een andere foto te kiezen. Als je afzonderlijke foto's bekijkt, kun je die via de knop linksboven aan een creatie toevoegen. Je kiest aan welke creatie je de foto wilt toevoegen. Of je maakt een nieuw album of een nieuwe videovoorstelling. Als je een foto aan een bestaande creatie toevoegt, kun je de betreffende foto of foto's door te slepen aan de video toevoegen. En de nieuwe foto wordt automatisch ingevoegd. Via de puntjes rechtsboven kun je een diavoorstelling afspelen van al je gemaakte videovoorstellingen en foto's. Je kunt hier ook naar de instellingen. Bovenaan vind je de bronnen. Je kunt hier mappen toevoegen en verwijderen. Je ziet dat ook foto's die op OneDrive staan, worden getoond. Dit kun je eventueel uitschakelen. Als er exacte duplicaten worden gevonden, worden deze als één bestand weergegeven. En als deze optie is aangevinkt, sta je toe dat personen worden gegroepeerd door gezichtsdetectie. Je kunt bladeren naar een ander item met het scrollwieltje. Als je hiermee wilt inzoomen, kies je de optie eronder. Hier geef je aan wat je op de tegel van de app wilt laten zien. Daaronder kun je de modus wijzigen. Als je een andere optie selecteert, wordt deze pas zichtbaar na het herstarten van de app. Aanvullende preview functies zijn alleen beschikbaar via uitnodiging. Tot zover deze how Tools over de app Fotos na de False Creators Update.